Goedemorgen! Thank God, ik voel me vandaag zoveel beter. Mijn neus en dit zit nog wel allemaal verstopt, maar niet meer dat... Dat... Ja, gewoon dat hele rotte gevoel dat je eigenlijk gewoon echt geen energie hebt om wat dan ook te doen. Thank God, want we gaan vandaag iets heel, heel vets doen. We gaan namelijk zeilen bij Sail. Heel, heel, heel veel zin in. Hopelijk heb je zin om mee te gaan. Maar eerst ontbijten. 3 gebakken eitjes. Nom, 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 nom. We zijn bij Sail. We gaan eerst even lunchen. Er is echt mega veel lekker eten. Beetje kijken. Mosselen. Ik heb hier zalm, Cajun style. Beetje groenten, komkommersalade, mosselen. En Stefan die heeft wedges. Wat was dit? Ribeye of zo met Jack Daniel's saus. Ook nog wat groenten. En we zijn hier op uitnodiging van het verkeersbureau van Oman. Super, super, super vet. Ik heb ook meteen om informatie gevraagd, want ik weet niet, op de een of andere manier, de Arabische regio, die komt steeds meer op mijn pad en ik wil echt meer daarover weten. Dus zodra ik meer daarover leer, ga ik jou daar ook meer over vertellen. En als je me iets langer dan vandaag kent, dan weet je dat er standaard een tweede ronde volgt. Dit zijn vegetarische, ja, bepaals noemen ze het, maar het zijn gewoon van die gevulde broodjes. Gestoomde broodjes ook. Dit is jambalaya, daar zit wel chorizo in, dus dan ga ik omheen eten. Hier hebben we wel quiche en daarachter komkommersalade met een garnaaltje en sesamzaad. Super lekker eten hebben ze hier. Goedendag. Wil je ook een handje? Nee, is oké. Goedendag. Nee, hoeft niet, maar voor de zekerheid. Al die mensen daar. Check hier. Kijk dan. Het is hier zo druk. Het is echt super, super, super gezellig. Het is zo ontiegelijk lekker weer. Fana is aan het chillen, dus ik neem de regie maar over. Ik heb geen idee dat ik dit aan het filmen ben. Maar wie schiet er uiteindelijk de beste beelden van de hele vlog? Mwah. Hier heb ik een groot schip uit Chili. Chileense vlag, die herken ik dan. Geen idee hoe die heet. Daar zit Ivana te chillen. Kijk wat een schattig bootje. Wilskracht. Even kijken wat die allemaal trekt. Ja. Al die andere bootjes. Serieus? Ja, zie je dat die touw van de bootje. Oh wow, doe maar. Wacht, je moet even zeg maar in perspectief zien. Boom. En dan heb je Wilskracht. Nee, even serieus. Ik dacht dat het 2 bootjes waren, maar moet je kijken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kleine bootjes. Trekt Wilskracht in zijn eentje. Holy snap. Dat is wel heel vet. Go Wilskracht. Yo, dit is een Russisch schip, de Meer. Eén van de, wat is het? De langste talschip. Ja, zij kan het weten. Hoofdredactrice van de Nautique. Het zeilboot van Nederland. Ja, you heard it from her. Oh, we hebben muziek op de achtergrond. En dat is een van de veilige stoomschepen die je nog kan zien in Nederland. Oh, het is ook echt een Nederlands schip. Ja,
Okay. Vet. Kijk hoe cool. Hoe heet hij ook alweer? Ja. Jongens, we hebben een Nederlandse filmster gespot. Ja, ik weet wel zijn naam, maar zijn we hier nou serieus paparazzo beelden aan het schieten? Hebben wij de eerste beelden van zijn vriendin? Wie is hij ook alweer? Dit is de Cruisin' Stern. En die is gebouwd in 1926. Eén na grootste traditionele zeilschip. Wat nog gevaarlijk. Super vet, 1926 hè? Nog 10 jaar en hij is gewoon 100 jaar oud. Wauw. Ja, nog 11 jaar, oké. Tot ziens, fijne avond. Doei doei, tot ziens. Waar is de bus? Een bus. De Intercity naar Amsterdam Centraal van 2 voor 1 euro muffins, chocolade muffins. Ja, die ga ik wel meenemen. We zijn even op zoek, tenminste ik ben even op zoek naar roadtrip eten. Nou, muffins zijn op zich wel lekker. Pakjes, toch? 2 van die pakjes? Dat denk ik wel. Nee, 2 stuks voor 1 euro. Oh ja, goed waar. Ja. Nog eentje appelkaneel. Ik heb 1 missie. Nee, niet alleen heel Nederland doorrijden, maar ook iedereen in de auto super misselijk maken. Dus, we gaan nog meer op zoek. Suikerdonuts. Ultimate roadtrip voor... Oké, wat hebben we hier? Suikerdonuts. Chocolademuffins. Popcorn. Crunch chocolade. Dit is super lekker. Het zijn van die dynamietstaafjes, maar dan ook nog een zuur. Super, super lekker. Pinballs, uiteraard. Dat hebben we hier. Dit zijn appelkaneelmuffins. Rockstars. Superwoman gebruikt deze altijd als ze moet doorhalen. Dus ik denk, yeah. Als het haar helpt, dan helpt het ons ook zeker. Ze morgen een keertje inkakken. Liga. Ja, voor de lekkere trek tussendoor. Voor de lekkere trek tussendoor. En de tukjes. Chiekufte en Homeland kijken. We zijn in Hoorn. Onze eerste stop van vandaag. Ah. I'm so excited. Sorry hoor. Dat was Hij vindt dat dit taart eten is zoals taart eten bedoeld is. Nou, eet maar. Wauw.